Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Het is vandaag Hemelvaartsdag en iedereen is vrij, denk ik. Weet ik eigenlijk helemaal niet zeker, is iedereen vrij? Wij zijn in ieder geval vrij. Ik moet natuurlijk nog wel even aan het werk met editen en zo. Maar voor de rest ben ik vrij. En Daphne is even naar de supermarkt, want wij hebben echt helemaal niks meer in huis. Ik zal even laten zien hoe leeg onze koelkast is bijvoorbeeld. Tadaa, is dit echt bijna dat ik niks in Crystal Clear, wat wij helemaal niet drinken. Melk voor koffie, terwijl de koffie op is. Gekoeld water, sojasaus en baba anoush, wat we op brood hebben gedaan, maar wat eigenlijk helemaal niet lekker is. Maar goed, dus die is behoorlijk leeg. De la met al ons eten en zo is redelijk leeg en ook een beetje vies. Dit is het brood wat we nog hebben en pindakaas hebben we nog wat brood. That's it! Dus Daphne is even naar de supermarkt yoghurt halen en muesli of krusli of zo voor in de yoghurt, zodat we in ieder geval een ontbijt hebben. En moeten we later vanmiddag moeten we nog meer boodschappen doen. En in de tussentijd ben ik dus aan het editen. Nou, hartstikke lekker hoor. Het is wel een hemelvaartachtig ontbijtje. Ja. Weet je? Alles dicht. Ja, dus eindelijk mijn taak om naar de markt te gaan om groenten te halen is dus mislukt. Ah. Tot de laatste vandaag de supermarkt open dan? Van 12 tot 6. Oh. Zoals je ziet zit ik op de fiets. Ik ben namelijk onderweg naar het kantoor. Daar ligt namelijk nog een heleboel spullen van ons. En wij willen gaan barbecuen, maar we bedachten dat de barbecue daar nog ligt. We hebben gewoon zo'n simpel kolen barbecue, zo'n handding. Nou ja, die hebben we dus wel nodig. Dat. Nou, kijk eens wie hier ook is. Ja, verrassing. Hey. Ja, dit. Oh nee, dat is heel lastig die deur. Ja. Ik denk dat dit even een uitleg nodig heeft, want Daphne was namelijk in de supermarkt om boodschappen te doen. En toen ik bijna hier was, nou bijna. Ik weet niet, een kilometer hier vandaan of zo. Toen knapte mijn band opeens. Echt fantastisch. Dus nou heeft Daphne een auto opgehaald bij Wendy, de zus van Daphne. En mochten die even mee. Ik heb gelukkig de barbecue wel gevonden, dat scheelt nog. Niet helemaal voor niks hierbij gekomen, ja, maar. Dat had ik wel een beetje verwacht. Oh. Ik denk dat het iedereen zo niet zijn. Echt heel zuur. Ja, mooi. Jezus. Altijd wat als je met de fiets gaat. Ja, ook met de auto, het maakt niks uit. Gewoon als wij onderweg zijn. Dus altijd wat. Altijd iets. Jezus. Echt stom. Ik zou het raam open doen trouwens. Ja. Oh, wat een ellende. Oké, okay, wat wil je nu? Koffie, daar was ik wel aan toe. Gelukkig hebben we weer koffie. Ik heb het over me gehad vandaag. En we gaan dus barbecuen. Ik weet niet of ik dat nou al verteld heb of niet. Maar we gaan barbecuen en we gaan dus vegan barbecuen. Dat is voor het eerst dat we dat gaan doen. We hebben wel eens gewoon, ja, vegetarische barbecue doen we eigenlijk bijna altijd wel. Als we gaan barbecuen. Nee, wij barbecuen echt nooit. Maar als we dus met iemand samen gaan barbecuen, want met z'n tweeën doen we het echt nooit. Maar samen met iemand hebben wij vaak wel vleesvervangers en champignons en dat soort dingetjes. Maar nou gaan we dus zelf met z'n tweeën barbecuen en dus ook nog eens vegan. Daphne heeft allemaal lekkere recepten opgezocht. We hadden iets staan in ons kookboek wat we ooit een keer hebben gehaald. En op internet ook nog wat van Lisa Goes Vegan. Daf? Daf is druk. Wat zijn die recepten van Lisa Goes Vegan? Wat ja. Je had? Ja, er staat gewoon 5 keer barbecue recepten. En dan heb je dus 5 dingen. En wij hebben er 2 dingen van. Ja, en in totaal hebben we 3 dingetjes met een salade. Stokbroodje en natuurlijk wijn. Ja, dus heel erg fijn. Moet wel even bijkomen van al het gedoe hoor. Jezus, heeft Boeba ook nog de hele buurt bij elkaar geblaft. Ja. Wat een ellende. Oh. Het is wel iets gezelligs hebben dat je dan van tevoren alles moet voorbereiden en zo. Normaal met barbecue pleur je gewoon alles op tafel en Ja, ik vind het ook wel leuk. Dat je dan echt dingetjes maakt en zo. Ja, dat heeft wel iets gezelligs of zo. Ja. Wat is dit? Is een sausje of zo? Ja, dat gaat over de aubergine zo meteen. En dan moet dat even marineren. Oké. Okay. Dat is nou een week in gezout water.
Top? Ja, ja, klopt. En die gaat dan op een spiesje met bosui. Bosui dit keer. En, oeh, ruikt lekker, joh. Wat is dat ik ruik? Dit, hè? Of nee, dat ik denk ik. Ik denk dat het teriyaki saus is dat. Dat is maïzena met water en teriyaki. Mm. En dat gaat daar dus ook in. En hier, dit is voor de bloemkool. Dat is amandelmelk met meel. En dan komt er uipoeder, chilipoeder en peper en knoflook in. Chill. En dat moet daar dan geloof ik weer in marineren. Oké. Okay. En de bloemkool, die heb je net gegeven. Koop toch? Oh, die zit hier niet mee. Ligt hier. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Grappig. Dag Geertje Boebe. Ja, maar ze ging er echt mee. Gaan we net even. Gaan we net even. Boebe. Ja, denk bekijk het je. Nou, wie komt er mee eten bij ons? We hebben er toch veel eten. Kijken. Dat is nog niet alles, want we hebben ook maïskolven, stokbrood, een salade die daar staat. Dus... Ik dacht echt, oh, ik haal niet zo heel veel, doe niet zo overdreven, maar het is altijd hetzelfde. Hè? Ja, je hebt altijd te veel. Maar wie weet, eten we wel heel veel. Ik denk het niet. We waren net trouwens bij mijn ouders, we hebben even de auto van mijn vader opgehaald, zodat ik morgen de fiets op kan halen. Die staat daar namelijk nog bij... bij het kantoor. Dus ja, ik zou toch wel graag mijn fiets terug willen. Aangezien we ook geen auto hebben. Dus dan kan ik de fiets morgen ophalen. Kan ik hem laten plakken. En dan heb ik weer een fiets. Dus dat is heel erg chill. Kees, wat een topplek ik voor de barbecue heb bedacht. Ideaal. Hoef je niet helemaal op de grond te bukken. Staat niet te dicht bij de tafel. En ja, maar wel dichtbij genoeg. Heel handig. En deze zak. Deze is ook heel handig. Hier zit een code in. En die hoef je alleen maar aan te steken. En dat zit volgens mij. Het staat er ook. Stak aansteken en klaar. Nou, steek hem eens aan. Er staat wel een beschrijving op. Maak de zak niet open. Om het vuur aan te maken, steekt u eenvoudig de vier hoeken van de zak aan. En ongeveer 20 minuten kunt u met grillen. Nou, ideaal. Dat is echt handig, hè? Daarom moeten we hebben. De vier kantjes. En dat ding gaat natuurlijk helemaal in de fik. Gaat het goed? Ja, dat gaat wel goed. En dan moeten we 20 minuten wachten. Leuk, hè? Het ruikt nu al lekker. Ja. Oh, dat staat dik in de hens. Nou, wij zijn er klaar voor hoor. Nu de barbecue nog. Die staat nog helemaal in de hens. Hij zou klaar moeten zijn, het is 20 minuten geleden. Ja, hij zakte net ook wat. Ja, en toen ging hij ineens weer aan. Een beetje de wind, denk ik. Oh ja. Ik denk niet dat die spiesjes er al op kunnen. Nee, ik weet niet, maar die kool is wel graag. Even wachten nog. Even wachten. Ja. Ik zal erop kunnen. We hopen dat ik ze niet laat flikkeren terwijl ik het film. Kijk. Het sis, dat is altijd goed. Oh, je hebt het ingesmeerd met een ui, hè? Ja. Ja, dat is echt goed. Waar is dat ook alweer voor het aanbranden? Ja. Wachten. Ja, dat is een hele goede tip. Hoe komen we er ook alweer aan? Van mijn vader. Van mijn vader? Ja. Oh god, die man heeft toch soms ook nogal zijn wijsheden. Soms heeft hij zijn momenten, hè? Uitleggen wat ik met die ui bedoel. Als je wil dat je... spul, in ons geval is het allemaal groentes en zo, maar het kan natuurlijk ook vlees zijn. Als je wil dat het niet aanbrandt, moet je je rooster van je barbecue even insmeren met een ui. Gewoon een ui half dood doen en dan eroverheen wrijven. En dat helpt. Dus ook tegen... of is dat wat niet? Ik dacht dat het ook tegen was als je zo'n barbecue hebt dat het wat vet zo... Nee, dat is er niet tegen, hè? Nee, nee. Lul, laat maar. Misschien dat hij er wel iets minder smerig van wordt? Nee, ik dacht dat je dan, soms heb je toch als het een vetdruppel naar beneden spat, dat dan zo'n steekvlam komt. Maar dat, nee, ik lul. Luister vooral niet naar mij. Oh, is dit voor een thumbnail? Nee. Oh. Maar wel weer in beeld, dat is wel gezellig. Ja, dat is wel gezellig. Ja, dat zit je ook zo alleen. Proost! De eerste is klaar. Er gaan nog wat sesamzaadjes overheen. Oh, sorry. Oh, wat is dat? Chill. Oh! Prima toch. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is het? Het is aubergine met bosui. Ja, en dan in teriyaki saus toch? Ja, gemarineerd met teriyaki. En sesamzaadjes. Ruikt wel lekker. Iets smakelijk. Oh ja, kijk alsof het heel lekker is. Ja. Ga ik weer, hè? Moet ik weer gaan eten op beeld, zegt. Moet ik jou filmen? Nee. Oh, donders.
grappig, hè? Ja. Het is heel apart. Oh. Die teriyaki is er lekker in. Mm-hmm. Ja, lekker. En je proeft ook wel dat het op de barbecue is geweest. Ja. En de schaar. Ja. Helemaal niet lang. Ja, ik denk dat het 10 minuten op is geweest, hoor. 10, ja? Mm. Ik denk het wel. Lekker, hoor. Yay. Nou, dat is wel een succes. Ja. Yeah. Wat hebben we er nu op? Oh. Ja, echt, hè? Daphne had nog een goede tip. Tegen het roeren van de stokjes. Daar hebben we nu niks meer aan, maar voor de volgende keer. Platte stokjes, zei je, hè? Ja, want ik wist dat wel, maar... Deze, die zijn, we hadden deze nog. Ja. Maar deze, daar draait het de courgette op. Ja. Of, ja, alle groenten eigenlijk. En vlees ook, alles draait erop. Maar platte stokjes is dus de gouden tip. En dat klinkt op zich wel logisch. Wat wel grappig is trouwens. Nou zijn we natuurlijk vegetariërs. Maar... Spreek je het debiel uit? Waarom? Vegetariërs. Vegetariërs. Maar voordat ik dat werd, had ik eigenlijk best wel veel vlees. Vond ik vlees altijd het lekkerste gedeelte van het avondeten. Ik ben heel erg opgegroeid met een AVG'tje. Hij had altijd aardappels, vlees en groenten. Dat vond ik natuurlijk geen klap aan. Maar dan vond ik vlees altijd het lekkerste. En dat vond ik dat altijd ook best wel veel. Maar op een gegeven moment werd ik daar zat van. Dat heb ik ooit wel eens uitgelegd. Maar met barbecue daarentegen had ik eigenlijk nooit zoveel vlees. Dan was het 2 stukjes of zo, dan vond ik het al best. Dan vond ik het gewoon goor om meer te eten. Dan was ik eigenlijk veel meer van de salades en groentes erop en zo. Champignons en dat soort dingetjes, stokbroodjes. Dus toen, daarmee was ik helemaal niet van het vlees. Dus dat is wel grappig. Weet je wat ik me vandaag bedacht? Dat het lekkerste wat ik op de barbecue vond, was de spiesjes. Maar ik denk dat ik het lekkerst vond, omdat daar die paprika op zat. Oh ja. Ja, dat kan heel goed, ja. Ja. Ik vond champignons en zo altijd heel lekker. En broodjes met parmesan saus heeft niks met barbecue te maken, maar dat was er vaak. En heel veel vlees vond ik gewoon nooit lekker, dus dat is wel heel grappig. Dus toen zat de vegetariër er ergens diep van binnen al in. Nou eten we dus alles met groentes. Ik vind je hebt ook wel van die vleesvervangers die ook wel heel lekker zijn op de barbecue. Ja, een hamburger kan er ook heel goed op. Ja, van die vegetarische hamburgers, ja. Ja. Maar dit bevalt erg goed. Het is de eerste keer dat we dit doen, zoals ik vanmorgen al vertelde, maar zeker voor herhaling vatbaar. En dit is het volgende wat erop gaat. Wat lag je? Echt een bloemkool. Ja, over die bloemkolen, maar die zijn ook weer in iets. Oh ja, een van de maïzena middeltje. Ja, en meel en orotariaki en gewoon weer op 75. Ja, hoe heet het ook alweer? Oh, ze is weg. Heet als je marineren. Ja, ze zijn gemarineerd in wat Daphne dus net zei. Ze zien er wel heel lekker uit. En dat vind ik ook sowieso wel lekker. Je moet even dat linkje van die 5 dingen van Lisa Kostvegan. Ja, ik zal dat die van die 5 barbecue dingen van Lisa Kostvegan zal ik in de beschrijving zetten. Ja. Ook dit ziet er weer fantastisch uit. Hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik vind bloemkool echt heel erg lekker. Geen al, hè. Ik vind bloemkool gewoon lekker. Laat mij. Je mag dat ook maar niet. Oh, dat is veel slimmer dat je daar met mes en vork eet. Ik zit er maar te prutsen met dat stokje. Oh. Dat ga ik ook doen. Lekker of wat zei je nou? Nee, dat is lekker. Oh. Lekkerder dan ik had verwacht. Oké. Okay. Dat is kort. Je moet wel de smaak van bloemkool hebben. Aha. Huh? Ja. Het blijft natuurlijk bloemkool, maar ik hou wel van bloemkool. Ja, het blijft bloemkool, maar het is wel, je hebt dan wel die marinade die je wel proeft en de barbecue die je wel proeft. Lekker. Ik vind deze nog lekkerder dan die andere. Ja? Ja. Nee, ik andersom. Ja, ik hou wel van bloemkool. Mm. En dan is het alweer tijd voor het... laatste gerecht. We hebben nog wel meer hoor, maar het is allemaal van hetzelfde. Maar dat is dus de maiskolf met truffelazijn. Ja, en peper en paprika. Lekker hoor. Oh. Weet je wat ook zo lekker is? Maiskolf met honing. En dan in de pan even bakken. Ja, dat is ook lekker. Ja, dan moet je natuurlijk wel vernauwen. Maar ja, dat is eigenlijk met alles zo. Hoe lang moet dit? Ja, de verpakking van 5 minuten. Oh, dat valt mee. Een beetje draaien doen. Ja.
Donders. Heel lekker. Oké, dit is misschien nog wel lekkerder dan met honing. Ja? Ja. Vind je die? Ik vind het allebei wel lekker. Oh, ik vind het echt heel lekker. Ik vind deze denk ik het lekkerste van allemaal. Ja, ik ook. Het is heel lekker sappig ook. En zoet. Ja. Ik zou het ook in de pan kunnen. Ja. Lekker joh. Ja jongens, dit is toch ook niet meer normaal. Jezus, ik ben de vlog aan het editen. Bedenk ik me dat ik alweer de vlog niet heb afgesloten. Ja, ik ben gewoon ontzettend lui varken, denk ik. Want ik heb er nog wel aan gedacht. En toen dacht ik, oh ja, dat zal ik zo even doen. En daarna ben ik het vergeten en ben ik naar bed gegaan. Maar zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we heel erg lekker gebarbecued. Toen hebben we nog even gewandeld en dat was het ook wel. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Doei!